Ik ben Birgit Exelmans en ik zat in de finale van de vorige editie van Aft voor Woord. Ik ben Daan Janssens en ik ben vorig jaar met een wildcard naar de finale van Aft voor Woord gemogen. Ik ben Jill en ik heb aan de vorige editie van Aft voor Woord meegedaan. Ik stond in de finale en ik ben ook vierde winnaar van de editie 2015-2016. Waarom moet je met Aft voor Woord meedoen? Dat is iets dat je voor jezelf gaat moeten uitmaken. Waarom heb ik meegedaan? De wedstrijd geeft u een doel om te schrijven. Om mensen te leren kennen. Om dan Aft eigenlijk genieten is. Genieten van geselecteerd te worden, genieten van naar de voorronde toe te gaan. Het is ook genieten van de feedback die je krijgt van de jury. Je hebt de inzending, een workshop waar je aan meedoet. Je hebt de voorronde, nog een workshop en dan uiteindelijk de finale. Het is een heel traject eigenlijk. Je krijgt een workshop voorgeschoteld rond je tekst, rond performance. Maar vooral de mensen waarmee je samen in de workshop zit, de mensen die meedoen aan de voorronde, allemaal even zenuwachtig als jij. Ik heb dingen gedurfd dat ik daarvoor nog nooit had gedurfd. Ik heb ook meegedaan aan Aft omdat ik daar eigenlijk bang voor was. Waarom moet je meedoen aan Aft eigenlijk? Om uit je comfortzone te komen en om te durven groeien. Ik heb mensen leren kennen die zelf open podia organiseren, maar die ook zelf op andere podia hebben gestaan. En die allemaal eenzelfde passie delen. Een passie voor tekst. Dus je krijgt echt een soort van geplaveid parcours vol feedback. Zodat wanneer je eindelijk op dat podium staat, je een rugzak hebt vol goede raad. Waardoor je hopelijk een iets beter beeld hebt van waar je met je schrijven naartoe wilt. En wat dat de mogelijkheden zijn.